U ziet het, hij is niet tevreden. Hij is absoluut niet tevreden. Het had sneller gemoeten. Nou goed, we zullen moeten afwachten wat daar verder mee gebeurt als over twee ritten, de rit naar de komende rit, Uwe Jens Mai op het ijs verschijnt. Eerst gaan we even kijken nog naar Junichi Inoue uit Japan en de veteraan uit Canada, Guy Thibault. Nou ja, veteraan als je 27 bent, maar wel om het aantal dienstjaren in de schaatsport, want Thibault gaat al heel lang mee. Zevende was hij in Calgary op de 500 meter. En voor Inoue, 20-jarige Japanner, is het zijn Olympisch debuut. Ik denk dat Mai nu aan het inrijden, als hij is, mogelijkheden voor zichzelf ziet. Inoue en Thibault. De Japaner opent in 10-0-5. Mooi die gedrongen zit van de Japanners die we zo goed van ze kennen. Technisch ziet het er allemaal uitstekend uit. Hij gaat ook naar een mooie ritzegen. Hij wordt dik de winnaar ten opzichte van Guy Thibault. De tijd van Inoue is niet zo verkeerd hoor. Ja, 37-26 en daar gaat Dan Jansen. Ik zei het al, die tijd van Jansen is niet goed genoeg. En deze Japanner, die gaat brutaal weg. Daar behoorlijk onder zitten met 0,2 seconde. Kijk maar, hij leidt het klassement voor Jansen en Golubev. Dan Tomets, Thibault met zijn 37-89. En Klefchenja. Nou, de eerste sensatie op de 500 meter is daar. Het is een mooie sensatie voor Inoue. Het is een trieste gewaarwording toch wel voor Dan Jansen.